is Wendy. Vandaag gaan we verder met week 14, ronde 20. En dit wordt kant nummer A. We hebben er weer een markeerdertje aangebracht, zodat we weten dat dat het begin is waar we met kant A beginnen. Dus laten we gauw gaan beginnen. Kleur nummer 4 gaan we mee beginnen. En kleur nummer 4 haken we in TTKS, Tunisian Twisted Knit Stitch. Dus we gaan hem aanhechten. 1, 2, 3, 4, 5 in de eerste steek van dit blokje. En we gaan hem aanhechten en dan in dezelfde steek een tweede. Even kijken of ik in frame ben, ja. En dan in de volgende is 3 en 4 en 5 en 6. Ik moet even kijken of die nou scherp gesteld is. Ja, ik dacht even dat die niet goed was. 1, 2, 3, 4 en 5. We gaan aanhechten met een keer lossen en begin toemaken voor kleur nummer 4, TTKS, Tunisian Twisted Knit Stitch. Beetje draad pakken. Degene die de eerste steek gewoon willen haken, doen hem weer van voor naar achter en de draad ophalen. Degene die TTKS haken met mij, pakken die eerste steek eventjes door dat kleine draadje. En dan gaat die al twisten vanaf de eerste. En nu is het voor iedereen hetzelfde. Draad naar rechts, achterlangs. En twisten. Het is een mooie steek. In het begin is die even moeilijk. Dat je denkt, wat moet ik nou doen? Waar zit het nou allemaal in? Maar het is gewoon echt, als je begrijpt, achter het draadje langs. En daardoor gaat hij draaien. Die krijgt hij die twist. Ja, is het eigenlijk weer heel simpel. Maar ja, dat is mijn mening, hè. Misschien dat jij denkt, ik vind het helemaal niet simpel. Ik hou van leren van nieuwe steken. En ik ben altijd nieuwsgierig hoe het zit. Dus ja, voor mij is het altijd een uitdaging. Ik vind het wel leuk om nieuwe steken te leren. En hoe ingewikkelder en dat je hem dan onder de knie krijgt, dat vind ik leuk. 3, 4, 5 en 6. En de vierde toer. Het is wel echt heel anders, hè, tunisch haken als gewoon haakwerk. Dat heb ik wel echt gemerkt. Het is een heel ander begrip. Ik ben er wel gek op. Tunisch haken, ga zeker meer van leren. 3. Oeps. En 4. En 5. En 6. Nog een toertje erop zetten. 3 en 4 en 5 en 6 aanhechten en we gaan hem weer terughaken. 3, 4, 5 en 6. Gaan we even checken, hè? 1, 2, 3, 4, 5 keer aangehecht. Dus dan gaan we de afhecht toer maken en dat is de twist plus een vaste. De twist plus een vaste. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. We gaan hem aanhechten in het volgende blokje. Met een halve vaste. Oeh, die kraakt lekker. En een losse erbovenop. En die trekken we aan. En we knippen hem af, want we gaan naar kleur nummer 1. Het wordt vandaag aardig wat wisselen van kleur. Maar we hebben toch ook alweer tweedezelfde blokjes regelmatig. Dus ik ben benieuwd of we het makkelijk binnen een uurtje voor elkaar krijgen. We gaan aanhechten met nummer 1 in het eerste blokje. Of de eerste steek van het volgende blokje. We gaan hem aanhechten. Dat zeg ik, ja. En dan in dezelfde steek een tweede. En de volgende is 3. Oeh, die heb ik strak gehaakt. En de volgende wordt 4. En deze ga ik even met mijn andere haaknaaldje doen. Ik zie al dat het erg strak gehaakt is gisteren. Zet ik hem er even op. En dan zetten we die er ook maar eventjes op. Zo, op deze manier kan je het gewoon lekker doorhaken. Hebben we er weer 6 op de haaknaald. 1, 2, 3, 4 en 5.
Even mijn draadje weg. Als het goed is, heb jij daar geen last van. Want ik vraag elke week, zorg dat je je draadjes weggewerkt hebt. Ik geef zelf niet het goede voorbeeld. Maar ik maak elke dag, probeer ik twee filmpjes te maken. Die nemen al een uurtje of vier in beslag. Dan moet ik natuurlijk nog de andere kant maken. En even voor de goede orde, we hebben aangehecht, een begin toegemaakt en gaan TSS haken met kleur nummer 1. Dus onder het draadje door en zet hem erop. 4, 5 en 6. Dus elke dag is dat toch wel gemiddeld een uurtje of twee dat ik aan het haken ben. Want ik doe het zelf ook heel erg rustig. Vooral die TTKS doe ik rustig maken. Dus ik ben niet een van de snelste hakers. En, maar ja, ik heb ook mijn huishouden en mijn dingen die ik moet doen. Dus om nou elke dag de draadjes weg te werken, ook gelijk van de toer, dat lukt me gewoon niet. Dus vandaar dat er bij mij draadjes zitten. Maar als het goed is, heb jij er geen last van, omdat je elke week de draadjes netjes wegwerkt. Want wat jullie per week doen, 3 uurtjes, 4 uurtjes, om deze toer te maken, heb ik dan 1 dag voor. Als ik tenminste mijn schema wil aanhouden. En ik heb nu een weekje ertussen gehad dat ik niks gedaan heb. Dus ik wil eigenlijk nu lekker doorhaken zodat die klaar is tegen de zomervakantie. Dat ik met de zomervakantie weer andere dingen kan doen. Nou, daar gaan we. 1, 2, 3, 4. Nog 1 toertje erop. 1, 2, 3, 4 en 5. Aanhechten in de 5e toer en terughaken. Dan hebben we 5 toeren gehad, maar we gaan hem nog wel even tellen. 1, 2, 3, 4 en 5. En we gaan een afhechttoer maken. Dus dat is halve vaste door 2. Halve vaste door 2. Dat is 4. Dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje. Zonder extra draadje het liefste. Met een halve vaste, een losse. En dan maken we een afsluitknoopje van. En mijn kleur nummer 1 zit helemaal in de knoop met het midden. Dus we moeten even kijken, want dat is niet te haken. Geen idee waarom dat midden helemaal vast zit. Hij is al een stukje beter. Gaan we zo meteen wel kijken. We hebben nu 5-1. Of sorry, 4-1. Dan gaan we naar 5. En 5 is kleur bij mij is zwart. En nummer 5 haken we in TPS. Tunisian Pearl Stitch. En dat is de raad aan de voorkant. We gaan hem aanhechten. In de eerste steek van het blokje. En een tweede draadje ophalen. En dan de volgende is 3. De volgende is 4. Oeps. De volgende is 5. De volgende is 6. Oeh, dat heb ik strak gehaakt gisteren. En dan gaan we 1, 2, 3, 4 en 5 aanhechten. En een begintoer maken voor kleur nummer 5. Die we gaan haken in TPS. Tunisian Pearl Stitch. Draad aan de voorkant. En maak je steek. Draad aan de voorkant. En maak je steek. Hou je draadje vast, hè, want anders dan kan je niet mooi je steek maken. Beruchte uitspraak. Dan kan je erin harken. 5. En 6. In de tweede steek gaan we een draad halen. Keer lossen. En weer terug. 4. 5. En 6. Draad aan de voorkant. En dat is 3. En dat is 4. Draad aan de voorkant, hè. En dat is 5. En dat is 6. In de derde steek een keer lossen. En we gaan weer terug. 3. 4. 5. En 6. Beetje draad. Draad aan de voorkant. En we gaan hem weer maken. En 3. En 4. En 5. En
6. Aanhechten in de vierde toer en we gaan weer terughaken. 4, 5 en 6. Draad aan de voorkant. Ik moest nog eentje toch? Ja, nog eentje. En dat is 3. Oeps. Niet er doorheen halen. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. Aanhechten in de vijfde steek. En we gaan weer terug. Draai hem net even te spontaan om. En dan zit hij gewoon echt lekker eromheen. Dat je hem gewoon niet meer doorheen krijgt. 3. 4. 5. En 6. Draad aan de voorkant. Oh, wacht even. Nee. Niet draad aan de voorkant. Eerst tellen. 1. 2, 3, 4, 5 keer aangehecht. Dus we gaan of de afhechttoer onder het draadje door en een halve vaste door 2. Of als je net als ik in TPS afhaakt, draad aan de voorkant en met een halve vaste door 2. Hier zit een kleintje, dus die moet ik ook even meenemen. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. En er zijn enkele die met mij meehaken met deze kleurencombinatie van Caroline. En echt petje af als je met zwart haakt, want het valt echt niet mee. Soms om de steken te zien met zwart. Halve vaste en een losse vastmaken aan het volgende blokje. En we gaan hem afknippen. We gaan naar twee blokjes in kleur nummer 4. In kleur nummer 4 haken we in TTKS Tunisian Twisted Knit Stitch. Dus we gaan hem aanhechten in dit blokje. Een tweede steek pakken uit hetzelfde draadje. En dan gaan we weer in de volgende steek. Oh, ik voel al dat het er niet gaat worden. Het was gisteren erg warm, dus ik denk dat ik daarom zo strak gehaakt heb. Geen idee. En dat is 3. En dat is, ik ben blij dat ik dit ontwikkeld heb voor mezelf. Van, dan doe ik het gewoon even met een ander haaknaaldje. Want dan kan de steek toch gemaakt worden. Zonder dat ik al te veel hoef te wringen. Want ik heb het één keer gehad met mijn haaknaald. Dat zei ik ook tegen jullie. Zo, die kraakt lekker. En dat je echt denkt, zometeen breekt mijn haaknaald nog. Daar dacht ik later pas aan. Van straks breekt die af, het is hout. Maar ja, er kan natuurlijk maar een bepaalde druk op staan. Dus toen dacht ik, dat zou ik jammer vinden. Het haakt zo lekker, deze Tunische haaknaald van Caroline, dat, ja, dat ga ik niet riskeren dat die breekt. We hebben er 6 op de haaknaald. En dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5. Het kleine steekje bij mij. Dus in de vijfde steek gaan we een keer loshalen. Begin toemaken voor kleur nummer 4 in TTKS. Sorry, Tunisian Twisted Knit Stitch. Degene die willen, kunnen of het gewoon oppakken hier. Als je met mij meehaakt in TTKS vanaf de eerste steek, doe je hem achter dat draadje langs. En daar gaan we. Dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. In de tweede steek gaan we hem aanhechten. En we gaan terughaken. 3. 4, even terug, dat zit er niet overheen, zo, 5 en 6. En vanaf hier gaan we allemaal hetzelfde, vanaf de eerste steek twisten. Ja, ik zit nog even in. 3 en 4 en 5 en 6. Doe het met rust, hè, want deze steek is zo compact. Als je het niet rustig doet, dan krijg je echt een dikke plank in je deken. En dat is niet de bedoeling. Het is echt de bedoeling om hem rustig te nemen. Daar gaan we. 1. En 2. En 3. En 4. En 5. In de vierde steek. En we gaan weer terug. En 2. 5, 6. En we gaan weer twisten.
3, 4, 5 en 6. In de vijfde steek, oh, wel door de twee draadjes heen. Even terug. Ja. Beetje aantrekken. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5 en 6. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 toeren gehad. Dus we gaan in de steek afhechten met een vaste. 1. En dat is 2. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje. Die ga ik even terugtellen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, toch deze. Aanhechten in de eerste steek met een halve vaste. Een losse. Maken we een afsluitknoopje van. En we gaan gewoon verder, want we mochten twee blokjes in kleur nummer 4. Dus daar gaan we in dezelfde steek nog één. En 3. En 4. En 5. En 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. We gaan terugtellen. 1, 2, 3, 4 en 5. In de vijfde steek gaan we een keer loshalen. En we gaan terughaken. 3, 4, 5, 6. We gaan twisten. En vanaf hier hebben we in de eerste steek al meteen een mooie twist. Omdat we niet hoeven aan te hechten, heb je wel twee draadjes. Oh, even terug. Je voelt het meteen. Hè? Kijk, je zie je hier ook, had ik hier een draadje te pakken. En dan gaat het werkje trekken. En dan denk je, wat heb ik toch raar gehaakt? Wat heb ik gedaan? Maar dan heb je gewoon een extra draadje mee. En dat is 6. In de tweede steek een keer loshalen. En we gaan weer terug. 2, 3, 4, 5, 6. En we gaan twisten. 4, 5 en 6. In de derde steek gaan we hem aanhechten en we gaan doorhaken en nog een toer erop zetten. 3, 4, 5 en 6 in de vierde steek. Ik dacht wel, ik had er al 4 gehad, maar dat is niet waar. We zijn nu in de vierde toer bezig. 4, 5, 6. En we gaan de laatste toer erop zetten. 3, 4, 5, 6. In de vijfde steek. En we gaan weer terug. 3, 4, 5, 6. We gaan hem even tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Dus we gaan de twist maken, steek, en een vaste. In de twist, en een vaste. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het volgende steekje. 1, 2, 3, 4, 5, ja. In de eerste steek van het volgende blokje. Met een halve vaste, een losse. En nu gaan we afknippen, want we hebben 2 van 4 gehad. En we gaan nu naar kleur nummer 1. En kleur nummer 1 is bij mij roze. Ik heb nog geen potje gekocht voor mijn schaartje. Zoals jullie vorige week gehoord hadden, was die gevallen. Ik heb nog geen tijd gehad om even bij de winkel dat te halen. Maar die komt eraan. Waarschijnlijk vanmiddag kan ik hem eventjes halen. We gaan hem aanhechten. Dus in dezelfde steek, de eerste steek, een tweede steek pakken. 6 op de haaknaald. En dan gaan we weer terugtellen. Even een beetje uit elkaar. 1, 2, 3, 4 en 5. Deze steek. En we gaan een keer losse halen. En we gaan de begintoer opzetten voor kleur nummer 1. En die gaan we haken in TSS. Dus onder het draadje door. En erop zetten. 4, 5 en 6.
En we gaan hem aanhechten en terughaken. 3, 4, 5 en 6. En wat ik nou nieuwsgierig naar ben, het is nu 7 juni als ik dit vraag. En ik zie al berichtjes komen van personen die al een tweede deken gaan maken, omdat ze gewoon de eerste heel erg leuk vinden. Maar ook misschien achterkomen, oh, ik had liever die kleur genomen of liever die kleur genomen. Omdat je nu begrijpt hoe kleur 1, 2, 3, 4, 5 tot ze recht komen in de deken. Want dat weet je in het begin gewoon niet, omdat je het patroon niet in zijn geheel hebt gezien. Dus mijn vraag is, ben je al met een tweede of derde deken bezig? En laat de kleurtjes eens zien van alle drie de dekens. Want ik heb er ook 3 op de haaknaald staan. En ik ga ze binnenkort allemaal afmaken en dan laat ik ze ook alle 3 zien. Want ja, elke kleur is toch weer heel ander resultaat. Ik vind het toch wel heel erg leuk, ook als ik nu op Sterrendeken van Muis op Facebook kijk, hoeveel verschillende kleuren er gebruikt worden en waarvan ik dacht, nou, dat zou ik nooit doen. Maar als ik het nu zie gebeuren, van hoe dat eigenlijk zich gaat vormen en hoe de kleuren tot z'n recht komen, denk ik, wow, wat mooi hoor. Je kan zoveel van elkaar leren als je goed kijkt. Dus ja, wil ik graag van jullie horen. Daar hebben we 1, 2, 3, 4, 5. En dan gaan we afhechten met een halve vaste. Onder het draadje door en een halve vaste. En dat is 4 en dat is 5. Aanhechten in de eerste steek. 1, 2, 3, 4, 5. Met dat donkerblauw even opletten dat ik echt in die eerste steek zit. En een halve vaste, een losse als afsluitknoopje. We gaan hem afknippen, want we gaan weer naar 2 kleuren van 4. En 4 gaan we maken in TTKS. Nou, jullie zien het hoe mijn bol eigenwijs is, hè? Dus die ga ik even opnieuw opwinden. Zit er zo'n draad aan de binnenkant helemaal omheen gewikkeld. Dus die ga ik straks even opnieuw door de wolwinder halen. Dan heb ik weer een mooi nieuw bolletje. Want dit is geen haken, dat zagen jullie wel. Hè? Ik moest steeds trekken aan een draad. Maar we gaan naar kleur nummer 4. En ik ga even hoesten. En we gaan aanhechten. Even mijn deken goed leggen. Ja, daar is die. We gaan aanhechten in de eerste steek. En dan in dezelfde steek een tweede. En dan 3 en 4 en 5 en 6. En dan gaan we 1, 2, 3, 4 en 5 aanhechten en een keer losmaken. En dan gaan we de begintoer opzetten voor TTKS, Tunisian Twisted Knit Stitch. En ik heb een extra draadje, voel ik. Ik ga hem gewoon doorhaken. Ik ga even een slokje koffie nemen, want er zit een kriebeltje. Ik heb zoveel reacties gekregen van, je laat steeds je koffie koud worden. Dus daar moet ik wel eventjes op letten, inderdaad. Daar gaan we. Of je steekt de eerste steek gewoon op je haaknaald. Of je maakt hem in de twist, net als ik. En dan is het door dat kleine draadje je draad halen. Dan kan hij mooi twisten. Vanaf hier is het voor iedereen hetzelfde. Achter het draadje langs. En erop zetten. 4. En dat is 5. In de tweede steek, een keer los en we gaan weer terug. 3, 4, 5 en 6. En dan gaan we twisten. En dat is 4 en dat is 5 en dat is 6. In de derde steek een keer loshalen en weer terug. Nou ben ik ook iemand die altijd zijn koffie eerst koud laat worden. Ik weet niet waarom. Mijn man zegt dat ook altijd. Ik kan eens goed koude koffie voor je zetten. Maar op een of andere manier vind ik hele hete koffie. Ja, als het gewone koffie is wel. Maar dit is dan vanuit een petje. En vanuit een petje vind ik het altijd lekker om hem gewoon af te laten koelen. Vind ik gewoon lekkerder. Ik weet niet waarom. Maar het is dus niet alleen in het filmpje dat ik mijn koffie laat staan. Dat gebeurt dus ook als ik gewoon samen met mijn man even koffie drink of zo. Heb hij zijn koffie al lang al op en dan moet ik nog beginnen. Dus het hoort ook bij mij een beetje koude koffie.
En dan gaan we. We hebben er 4. Dus we hebben nog 1 toe te gaan. Ik wou wel afhechten, maar het was er nog eentje. Dit is een beetje lossig draad, die kleur nummer 4. Dus ik moet wel opletten dat ik alle draadjes meeneem. Dat is 5. En dat kleine steekje moet ook nog mee. 6. In de 5e steek een keer lossen en weer terug. 3. 4. 5. En 6. 1, 2, 3, 4, 5 keer afgehecht. Dus dan gaan we in de twist de steek afmaken en hem erop zetten en een vaste. En dat is 2. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Gaan we hem aanhechten in het volgende blokje met een halve vaste. Een losse. En die trekken we aan als afsluitknoopje. En we mochten 2 keer nummer 4. Dus we gaan hem in dezelfde steek een tweede draadje halen. En dan 3 en 4 en 5 en 6. 1, 2, 3, 4, 5. In de 5e steek gaan we een keer loshalen. En opnieuw een blokje maken voor TTKS. Tunisian Twisted Knit Stitch. Hele mond vol. En hier kunnen we allemaal vanaf de eerste steek twisten. Omdat we doorgehaakt hebben, heb je dat tweede draadje. Dus kan je gewoon die eerste... En ik denk dat het daardoor is gekomen bij mijn eerste deken. Dat ik zag van, hé, maar dat blokje is vanaf de eerste steek gedraaid. Zou dat niet bij het eerste blokje ook kunnen? Dus dan uitpuzzelen welk draadje ik daarvoor moest hebben. Zonder dan de zijkant al te veel te irriteren. Want je ziet al dat je een heel klein steekje aan de zijkant hebt. Pak je nou een van die andere draadjes op die je ook kan pakken. Dan gaat de steek helemaal krom trekken. Dus dat wordt niet mooi. Dus met dit wat ik uitgevonden heb met alleen maar door dat hele kleine draadje aan de zijkant. Kan je hem laten twisten zonder dat het de steek kwaad doet. Dat je dat terug ziet van dat is lelijk. Het wordt wel een klein steekje, dat wel. Maar het kan geen kwaad. In het eindresultaat zie je het niet. Dus eigenlijk heb ik daardoor die eerste steek gedacht van, ja, hij kan getwist worden. Dus mag iedereen weer kiezen. En dat is 6. En dan gaan we naar de 4e toer. 1. En 2. En 3. En 4. En 5. In de 4e steek een keer lossen en weer terug. 3, 4, 5, 6 en nog 1 toertje erop. 1, 2, 3, 4 en 5. Aanhecht in de 5e steek. En weer terug. 3, 4, 5, 6. En we gaan eerst tellen. 1, 2, 3, 4, 5. We weten nu zeker dat het goed is. Dus twisten en een vaste. Twisten en een vaste. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, in de eerste steek. En met een halve vaste vastmaken. Een losse. En die sluiten we aan als afsluitknopje. Maken we als afsluitknopje. En dan hebben we 2 blokjes in 4 gehad. Dus dan knip ik hem af. En we gaan naar kleur nummer 5. En kleur nummer 5 haken we in TPS. Dus ik maak weer even mijn opzetlusje. En ik hecht hem aan in het eerste steek van dit blokje. Met een halve vaste. In dezelfde steek een tweede. En ik zie al dat ik deze weer strak gehaakt heb. Dus ik ga hem eventjes met mijn kleine haaknaald oppakken.
1. En 3. Neemt iets meer tijd in beslag, maar je kan wel door kleine steekjes heen. Dus het is wel goed dat jullie het ook zien. Misschien is het al eerder bij jullie gebeurd, maar dan kan je toch zien. Het is mogelijk dan met een kleiner haaknaaldje dat op te pakken. We gaan 1, 2, 3, 4, 5 de steek een keer loshalen. En de begintoer opzetten voor kleur nummer 5. Twee blokjes die we gaan haken in TPS. 3, 4, 5 en 6. Het is erg warm vandaag. Het is 7 juni. Het is tussen de 24 en 28 graden. En dat kan ik merken aan het vasthouden van mijn garen. Het is echt warm. We gaan een steek maken. TPS. Dus dat wil zeggen je draad aan de voorkant. Dat is 3. Oh. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. We gaan hem aanhechten in de tweede steek en we gaan weer terug. 3. 4. En 5. En 6. En we gaan weer draad aan de voorkant. 1. 2. 3. En 4. En 5. We gaan hem aanhechten in de derde steek. En we gaan weer terughaken. 3. 4. 5 en 6. En we gaan weer draad aan de voorkant. 4. En dat is 5. En dat is 6. En we gaan in de vierde steek. We gaan terug. 3. 4. 5. En 6. Draad aan de voorkant. 1. 2. 3. 4. En 5. Aanhechten in de vijfde steek. En weer terug. 1, 2, 3, 4, 5 toeren gehaakt. En dan gaan we afhechten. In de TPS is draad aan de voorkant. Wil je gewoon afhechten, dan doe je hem onder het draadje door, halve vaste door 2. Dat is 2. Dat is 3. Dat is 4. Dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Met een halve vaste. Hoor hem lekker kraken. En een losse. Maken we als afsluitknoopje. En we gaan in dezelfde steek een tweede draad ophalen. En ik ga bij deze ook weer mijn haaknaaldje gebruiken. Om de steken op te pakken. Degene die met mij inteken... TKS hebben gehaakt, boven het verticale draadje een draadje oppakken. Dat is 4 en dat is 5 en dat is 6. 1, 2, 3, 4,
en 5. In de vijfde steek gaan we een keer loshalen en de begintoer opzetten voor nog een blokje in TPS. 2. Nou, mijn zwart wil echt niet vandaag. En 3 en 4 en 5 en 6. Draad aan de voorkant. Draad aan de voorkant. 3. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. Aanhechten in je tweede toer met een keer lossen. En we gaan weer terughaken. 2. 3. 4. 5. Oeps. En 6. Draad aan de voorkant. 1. En 2. En 3. En 4. En 5. In de derde steek een keer lossen. En weer terug. 3. 4. 5. 6. Draad aan de voorkant. 2. En dat is 3. 4. 5. En 6. In de vierde steek keer lossen. En weer terug. 4. 5. 6. En dan gaan we de laatste toer van dit blokje. 3, 4, 5 en 6 op de haaknaald. Oeps, wel er 1. En dan in de laatste steek. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 keer aangehecht. Dus we gaan of een halve vaste door 2, dus onder het draadje door 2. Of in de steek draad aan de voorkant door 2. En dat is 2. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje. 1, 2, 3, 4, 5. Aanhechten in het volgende blokje. Met een halve vaste. En een losse. En die trekken we aan als afsluitknopje. Dan hebben we 2 keer 5 gehad. Gaan we hem afknippen. En dan gaan we naar 2 keer kleur nummer 1. In kleur nummer 1 haak ik in roze. Even een beetje uit elkaar halen. Gaan een opzetknoopje maken. Even een slokje koffie. En dat is mijn ochtendmok, de Big Mug. Daar heb ik altijd 's morgens lekker veel koffie in. Dus ik ben nu 's morgens vroeg aan het filmen. Ik dacht een keertje vroeg beginnen. Kan ik misschien wat meer filmpjes op één dag maken. Gaat hem niet worden, denk ik. Ik ga zo zeggen waarom. We hebben hem in de tweede steek. En ik zie dat ik weer... Wat heb ik gisteren strak gehaakt? Ga ik eventjes binnenkort opletten dat ik beter haak. Ik weet niet waarom. Tot nu toe was het altijd vrij soepel gehaakt. Misschien door de warmte. Vorige maand was het niet zo heel erg benauwig en warm. Dus misschien heeft het daarmee te maken dat ik... strakker vasthouden of zo. En als het goed is, heb ik er nu weer 6 op de haaknaald. Ja. Even zorgen dat ik in frame ben. 6 op de haaknaald. En dan gaan we 1, 2, 3, 4 en 5. Wat voor steekje heb ik daar gemaakt? Heel kleintje. Deze moet ik hebben.
hieronder. En dan gaan we aanhechten met een keerlosse. Even kijken. Door twee. Door twee. Door twee. Door twee. Door twee. Door twee. Ben ik hier vreemd? Ja. Kleur nummer 1 haken we in TSS. Tunisian Simple Stitch. Dus gewoon onder het draadje door. 4. 5 en 6. Aanhechten in de tweede steek met een keer lossen. En weer terug. 3, 4, 5 en 6. Onder het draadje door en erop zetten. 3, 4, 5 en 6. In de derde steek een keer loshalen en weer terug. 3, 4, 5, oeps, en 6. Ja, deze gaan we straks echt even opnieuw op de wolwinder gooien. En dat is een vierde toer. 3, 4, 5 en 6. Aanhechten in de vierde toer en weer terug. En ik zei al, ik heb dan vaak een idee van, nou, ik ga zo en zo laat ga ik filmen. Maar ik heb een groot gezin met opgroeiende pubers en volwassenen. En ja, die hebben, mijn ene dochter werkt wisseluren 's nachts en overdag. Dus die is of 's morgens hier even een kopje koffie halen en gaat dan naar de werk. Of 's avonds komt ze eten. Mijn andere dochter doet universiteit. Dus die heeft ook wisselende uren. Die is dan weer een ochtend vrij, dan weer een middag vrij, dan weer de hele dag vrij. Dus daar probeer ik omheen te plannen. Maar het is nu gisteren ook. Het is niet omheen te plannen gewoon. 1, 2, 3, 4, 5. En we gaan afhechten met een halve vaste. En mijn motto is dat mijn haken is een hele leuke hobby. Maar mijn gezin gaat altijd voor. Ten alle tijden. Het enige nadeel daarvan is dat je echt soms zo weinig tijd hebt om je filmpjes te maken. Dat die in het gedrang komen. Maar ja, dat is nou eenmaal als je je aan je motto houdt. Gezinnetje gaat voor. Altijd. En gelukkig heb ik de tijd, want we hebben tot december de tijd om deze call te doen. Dus ik heb tijd genoeg om het allemaal in te plannen. We hebben één blokje gedaan. En dan gaan we in het steek een tweede halen. En dan 3, 4, 5 en 6. We kunnen gewoon doorhaken, want het was twee blokjes van 1. 1, 2, 3, 4 en 5. Kleine steek hier onderin. Een keer loshalen en we gaan de begintoer opzetten voor nog een blokje in kleur 1 met TSS onder het draadje door en we gaan hem op de haaknaald zetten. Dus zoals gisteren wilde ik heel graag filmen. Nou, eerst zat er voor mezelf al van alles tegen. Vergeten de camera mee te nemen, et cetera, et cetera. Het haken wilde niet lukken. Ik bleef in draadjes hangen, gelijk al in het eerste blokje. 4-5 keer blijven hangen. Nou, dat vind ik te veel. Dat mag niet storend zijn in een filmpje. Ik maak natuurlijk wel eens fouten. Want je zit een uur te praten en een uur te haken. Dus daar zal heus wel een verspreking of een foutje in zitten. Maar het mag niet dat je eerste blokje natuurlijk al gelijk 4-5 keer in draad blijft hangen. Dus ik heb dat toen op een gegeven moment dat draadje afgeknipt. Dat ik dacht van, oké, dan ligt het misschien aan het draad. En dat filmpje daarna is dan uiteindelijk wel goed gelukt. Maar het heeft anderhalf uur geduurd voordat ik daadwerkelijk het filmpje kon opnemen. Zoveel zat er al tegen. Maar dat geeft niet. Ik kom er wel. Het is ook geen klacht hoor, daar niet van. Maar gisteren was ik echt wel eventjes een beetje, ja, boos. Laat ik het dan maar zo zeggen van, nou zeg, wat is dit nou toch weer? 5 en 6. En dan aanhechten en terughaken. 3, 4, 5 en 6. En dan gaan we even tellen. 1, 2, 3, 4, 5 toeren gedaan. Dus we gaan afhechten met een halve vaste. 2 en 3 en 4 en 5. Aanhecht in het eerste blokje van de volgende
vierkant met een halve vaste, een losse en die trekken we aan als afsluitknoopje. We hebben er 2 gehad, dus we gaan naar kleur nummer 5. En dat is bij mij de zwart. En zwart haken we in TPS Tunisian Purl Stitch, dus draadje aan de voorkant. Daar gaan we. Aanhechten. In dezelfde steek een tweede. En dan gaan we boven het verticale draadje, als je in TPS met mij doorgehaakt hebt, de steek oppakken. 3. En 4. En die zit strak. 5e steek opgepakt. Dan hebben we weer 6 op de haaknaald. Even mijn deken weer een beetje goed leggen. En dan gaan we. 1, 2, 3, 4, 5. In de 5e steek je keer loshalen. Zonder extra draadje. En we gaan de begintoer opzetten voor kleur 5. TPS. Tunisian Purl Stitch. En dan gaan we draad aan de voorkant en je steek maken. Draad aan de voorkant. 3. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. We gaan in de tweede toer een keer lossen en terug. En 6, draad aan de voorkant. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. En dat is 6. In de derde steek. En we gaan weer terug. 3. Oeps. 3, 4 en 5 en 6. Draad aan de voorkant. 1 en 2 en 3 en 4 en in de 4e toer, keer lossen en we gaan weer terug. 3, 4, 5, 6, draad aan de voorkant, 1 en 2, oh. Even overnieuw, je ziet ook gelijk, hè? Hier zat ik in dat draadje vast. Kan je het beter even overnieuw doen, want je voelt het gewoon aan je haaknaald van, dat zit niet echt lekker. 4 en 5 en 6 in de 5e toer en terug. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 toeren gehaakt en dan kan je of met een halve vaste door 2 of draad aan de voorkant, je TPS steek en door 2. En dat is 3 en dat is 4 en dat is 5. En ja. Aanhecht in de eerste steek van het volgende blokje. Met een halve vaste, een losse en die trekken we aan als afsluitknoopje. En dan gaan we hem afknippen, want dit was 1 blokje in kleur nummer 5. En we gaan naar kleur nummer 2. En kleur nummer 2 haken we in TKS, Tunisian Knit Stitch. Daar gaan we. In de eerste steek met een halve vaste. En dan een tweede steek in dezelfde. En de volgende is 3. En de volgende
is 4. En de volgende is 5. Dus gelukkig weer ietsje minder strak gehaakt. En 6. We gaan terugtellen. 1, 2, 3, 4 en 5. Dit kleine steekje hier. We gaan hem aanhechten. En deze gaan we haken in TKS, Tunisian Knit Stitch. Dus dat betekent breien. We gaan hem voor de eerste steek langs en ophalen, want we hebben er geen twee draadjes. Hier zie je weer de twee draadjes. En daar ga je tussendoor naar achteren. Dat is 4, dat is 5 en dat is 6. In de tweede steek. En we gaan terughaken. 4, 5, 6. En vanaf hier kunnen we steeds tussen twee draadjes door. 3, 4, 5 en 6. Zet hem zo soepel mogelijk zelf op, hè, want het is een compacte steek. 3, 4, 5 en 6. En dan gaan we. 3, 4, 5 en 6. In de vierde steek. En we gaan weer terug. 2, 3, 4, 5, 6. En dan gaan we. 3, 4, 5 en 6. In de vijfde steek een keer lossen en terug. 4, 5 en 6. Dan gaan we 1, 2, 3, 4, 5 steken, 5 toeren gehaakt. Dus we gaan de steek afmaken, de breisteek en een vaste. Dus tussen de twee draadjes door zet hem erop en een vaste. En dat is 3. En dat is 4. En dat is 5. Aanhechten in het volgende blokje met een halve vaste, een losse en dan maken we een afsluitknoopje van. En nummer 2 was ook maar één blokje, dus die knippen we af. En we gaan naar kleur nummer 3. In kleur nummer 3 haken we in TSS, Tunisian Simple Stitch. En zometeen hebben we nog het topvierkantje en dat wordt kleur nummer 4. Dus daar gaan we aanhechten. In dezelfde steek een tweede en 3 en 4 en 5 en 6. En 1, 2, 3, 4, 5e steek een keer lossen en we gaan terughaken. 2, 3, 4, 5, 6. En we gaan TSS haken, dus Tunisian Simple Stitch. 3, 4, 5. En 6. En we gaan in het tweede blokje een keer losse halen en terughaken. 3, 4, 5, 6. En TSS. Ik heb ook al heel veel dekens gezien die dat jullie zeggen van ik ga die steken niet haken. Ik haak hem alleen in TSS. En ik moet eerlijk zeggen dat ik hem dan ook echt heel erg mooi vind te deken in TSS. Heel rustig, van structuur, allemaal diezelfde verticale draadjes. En dan komt het patroon ook echt heel mooi uit. Ik ben zelf gek van de steken die we maken. Maar ik snap dat mensen alleen in TSS haken. Want het wordt er wel heel rustig van. Met de verschillende steken, als je dan dichtbij kijkt althans, is het een drukker patroon. Maar als je van ver af kijkt, als je dus je slaapkamer binnenkomt, ja, dan zie je niet meteen de steken die gemaakt zijn. Is gewoon het patroon al heel erg mooi. Maar van dichterbij is het inderdaad rustiger als je hem alleen in TSS haakt. Dat heb ik wel gezien. En dan gaan we de vijfde steek. Oops. 2, 3. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 steken gehaakt. En dan gaan we de halve vaste door 2 gaan afhechten. 3, 4 en 5. Aanhechten in het eerste steek van het topvierkantje. Met een halve vaste, een losse. Maak je een afsluitknoopje van. We knippen hem weer af.
En we gaan een topvierkantje maken in kleur nummer 4. De TTKS. En die heeft ook een extra draadje, zie ik. We gaan een opzetlusje maken voor het topvierkantje in kleur nummer 4. Dan hebben we het net weer gered binnen een uur. Degene die mij volgen weten dat het telefoontje voor mij een uur ongeveer kan opnemen. Dus we gaan, als het goed is, hem redden. 3, 4 en 5 in de achterkant de steken oppakken. Dat is 1. Dat is 2, dat is 3, dat is 4 en dat is 5. We gaan hem in dezelfde steek een keer loshalen en de begintoer opzetten voor kleur nummer 4 die we haken in TTKS. Tunisian Twisted Knit Stitch. En hier hebben we, omdat we hem opzetten, wel meteen twee draadjes. Dus vanaf hier kan je gelijk de twist vanaf de eerste steek maken. En het is een beetje flubberig het geheel, omdat je boven als topvierkantje haakt. Dus dat klopt dat je een beetje meer moeite moet doen om deze steek nu even te maken. Maar als we hem zometeen aangehecht hebben voor de tweede toer, wordt hij al wat stabieler, het topvierkantje. Dus we gaan aanhechten in de tweede steek. En met een keer lossen gaan we weer terughaken. 2, 2, 2, 2 en 2. En als het goed is heb je nu al iets steviger constructie. En gaan we vanaf de eerste steek twisten. Maar je moet hem goed vasthouden en een beetje hier in het begin vasthouden bij je steek. Want anders kan je die twist niet maken. Dus dat klopt dat dit topvierkantje niet echt makkelijk is. En dat is de laatste steek weer van deze toer. En we gaan weer terug. 2, 3, 4, 5 en 6. En we gaan de twist maken. 3, 4, 5 en 6. Vierde steek aanhechten en weer terug. 3, 4, 5,